Snelrecht voor relschoppers van de avondklokrellen. Vandaag stonden de eerste 6 terecht. En het bleef niet bij taakstraffen. Een man van 19 uit de Haagse Schilderswijk kreeg 2 maanden cel voor het gooien van een steen naar een politiebus. Maar ook het doorsturen van een oproep om te rellen leverde in Middelburg een man een week onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. 4 mannen van begin 20 staan in Middelburg voor de politierechter. Mannen die het afgelopen weekend dit soort berichtjes hebben gedeeld. Wie morgenavond herres gooien in Goes, neem je vuurwerk en brandbommen mee, wordt kanker herres. Ik laat me niet neuken door de overheid. Nou, dat valt ook inderdaad nog niet mee. Herres is rotzooi trappen. In een ander bericht ging het over ruïna, straattaal voor onrust. En het was niet de bedoeling om dingen kapot te maken. Het was niet de bedoeling om te ruïneren. Het was de bedoeling om te kijken wie er tegen de avond klopt. In Zeeland gingen wel mensen de straat op, maar er zijn geen rellen geweest. De verdachten zijn ook niet naar buiten geweest. En toch neemt het OM deze zaak heel serieus. Het is niet grappig om dit soort opruimende berichten te maken of te verspreiden. Zeker niet nu, na de rellen van zondag in Amsterdam, in Eindhoven, andere steden. Ook die rellen zijn begonnen met dit soort opruimende berichten. De jongens hebben spijt, ze waren boos over de coronaregels, maar de rechter vindt het doorsturen van dit soort berichten tijdens de pandemie reden genoeg voor een gevangenisstraf. Als je in zo'n ernstige situatie anderen aanspoort om die avondklok te negeren, om op straat te gaan, om brandbommen mee te nemen, om te gaan rellen, dat is echt onacceptabel. De advocaat van een van de verdachten snapt dat er een voorbeeld wordt gesteld, maar... Als ik kijk naar de richtlijnen die hier normaal gesproken voor staan, en dan doe ik op de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Dan geldt in een zaak als deze een taakstraf van 60 uur. En dan is een gevangenisstraf daaraan gekoppeld toch wel vrij fors. Naast gevangenisstraffen van 2 tot 4 weken krijgen de 4 ook een werkstraf van 60 uur. En ik praat verder met verslaggever Hendrik Willem Hofs. Jij bent in Middelburg. Wie zijn die mannen die daar zijn veroordeeld? Ja, dit gaat om jonge twintigers uit Goes. Mannen die boos waren over de invoering van de avondklok. Die een berichtje voorbij zagen komen. Waarin werd opgeroepen om samen te komen. Nou, we hebben het berichtje gezien. En ze besloten om dat berichtje te delen met zo'n 30 tot 160 mensen. Ja, het Openbaar Ministerie kondigde deze week al eerder aan dat iedereen die ook maar iets met die rellen te maken heeft dubbel zal worden gestraft. En dat hebben deze geweten, deze 4. Want ook de rechter ging in die straf mee, in die gevangenisstraf. En dus ook gevangenisstraf voor enkel het doorsturen van een bericht op social media. Ja, want die oproepen die je zag, die worden gezien als de vuursteentjes, de aanmaakblokjes van de rellen. Maar iedereen die oproepen doorstuurt, die geeft ook zuurstof aan die rellen. En dat is ook de reden dat politie en justitie alles op alles zetten om deze mensen ook op te sporen en gestraft te krijgen. De rellen van de afgelopen dagen hadden nooit zo heftig kunnen zijn zonder de oproepen en berichten die geplaatst en gedeeld worden op social media. De politie probeert zoveel mogelijk mee te lezen. Het gaat echt om duizenden berichten die per minuut, per uur worden verspreid. Dat wij dat zeker niet allemaal online direct kunnen volgen, maar we proberen te filteren. En we zetten wel alles, stellen we veilig, zodat we altijd nog terug kunnen kijken om te onderzoeken of de context weer te geven. Arnoud de Vries is onderzoeker sociale veiligheid bij TNO. Volgens hem kan het zorgen voor een sneeuwbaleffect. De grootte van de groep en ook het aantal berichten wat erin gedeeld wordt telt enorm mee. Want je ziet dat mensen elkaar aan het ophitsen zijn en dat is eigenlijk allemaal opruiing. En iedereen doet daar aan mee. Iedereen maakt die sneeuwbal groter. En het zijn vaak ook mensen die uiteindelijk thuis blijven, die denken mij pakken ze niet. En ik denk dat justitie en politie daar ook een signaal moeten afgeven. Maar wanneer is het oproepen tot rellen en wanneer is het een aankondiging van een demonstratie? Dit is een voorbeeld waar misschien wel duizenden mensen naar de Grote Markt in Groningen kunnen komen terwijl er een avondklok is. Daar zullen heel veel overtredingen misschien volgen en daar heb je dan mensen toe opgehitst. Alleen daar zal de politie over het algemeen niet zomaar iets aan doen, omdat er duizenden andere berichten zijn die veel erger zijn. Duidelijk is wel dat je in deze tijd goed moet nadenken voor je iets doorstuurt. Het wordt gewoon gezellig, staat hier. Ja. Na 3 dagen van hevige rellen was het gisteravond relatief rustig. In Amsterdam, Rotterdam en Hilversum was de sfeer even gespannen, maar het liep niet uit de hand. Toch zijn er nog 131 mensen opgepakt.
Hier in Amsterdam-Osdorp leek het even de verkeerde kant op te gaan. De ME rukte uit. Daarna was het weer rustig in de wijk. Dit was in Hilversum. Op het Marktplein kwamen zo'n 80 jongeren samen. Na een gesprek met de politie gingen ze toch naar huis. En in Rotterdam was de politie massaal aanwezig. Ze voerden controles uit en fouilleerden preventief. In totaal zijn er in Rotterdam meer dan 80 mensen opgepakt, onder meer voor samenscholing. En ook vanavond weer is de politie in Rotterdam en Amsterdam alert, maar tot nu toe is het rustig. Vanmiddag spraken alle partijen in de Tweede Kamer hun afschuw uit over de rellen van de afgelopen dagen. Ze hebben allemaal wel vertrouwen in de aanpak van de politie. Na dagen van onlusten in verschillende steden was het oordeel van de Kamer eensluidend. Het waren afschuwelijke taferelen. De afgelopen dagen voelde ik veel boosheid en verdriet. Woorden schieten tekort. Ik sluit me aan bij de woorden van afschuw. In de Kamer was ook nauwelijks discussie over de aanpak van de rellen. Volgens premier Rutte is dat een belangrijk signaal. Alle Nederlanders, alle mensen die deze live-uitzending volgen, verwachten die saamhorigheid van ons. En volkomen terecht. De inzet vergt wel veel van de politie. De PVV-leider Wilders vraagt zich dan ook af of dat wel vol te houden is. Laat het leger bij grootschalige rellen, alleen bij grootschalige rellen, laat het leger de politie bijstaan, onze straten waar nodig schoonvegen, de orde in Nederland herstellen. Laat zien dat wij de baas zijn in Nederland en geef onze gezinnen en onze bedrijven hun veiligheid terug. Rutte sluit de inzet van het leger niet uit. Maar op dit moment is gewoon de conclusie van de politie, maar ook van de burgemeesters, dat zoals we het nu met elkaar doen, de politie die zaak goed onder controle kan houden. En dat het op dit moment dus geen toegevoegde waarde heeft om nu op dit moment een groter beroep te doen op defensie dan wij doen. Maar het is geen taboe. Het kabinet zet wel een noodfonds op om ondernemers te helpen die hun schade niet van verzekeraars vergoed krijgen. Het was overduidelijk dat ze in dit debat wilden laten zien dat ze eensgezind zijn over de rellen. En dat kwam ook omdat ze het, behalve in het begin toen Wilders sprak, niet wilden laten uitdraaien op een potje elkaar verwijten maken. Ook niet over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen en de eventuele rol van politici zelf daarbij. Want dan zou het een vechtdebat geworden zijn en dat zou zeker nu geen gezicht geweest zijn. Op veel plekken komt er inmiddels een tegenbeweging op gang om nieuwe rellen en het plunderen van winkels te voorkomen. Gisteravond trok in verschillende steden al een harde kern voetbalsupporters door de stad om de politie te helpen. Nu melden ook de boeren zich. Ook in Doetinchem waren signalen dat een grote groep jongeren gisteravond naar het centrum zou komen om daar rotzooi te trappen. En al snel daarna kwam een tegenactie op gang. Vanuit een woonwijk hier, vanuit voetbalsupporters van de Graafschap, maar ook vanuit de boeren. Die zeiden, ja, maar dat pikken wij hier niet. Wij gaan hier netjes met elkaar om, dus rellen die trap je maar elders. Ja, eigenlijk bij voorkeur überhaupt niet, maar zeker niet hier in Doetinchem. Behalve de fanatieke aanhang van voetbalclubs bieden nu ook boeren uit het oosten van het land aan om te helpen door, als dat nodig is, met trekkers de toegangswegen van steden te blokkeren om ongeregeldheden te voorkomen. De MKB zit al in zo'n moeilijk vaarwater en dan moet je ook nog even bewijs van een nekslag geven door te plunderen en de boel naar de vernieling te helpen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit heeft weinig met protesteren te maken, vinden de boeren die de politie steunen. Maar die bij de boerenprotesten ook wel eens tegenover het gezag stonden. Denkt u dat het publiek deze stap van de boeren snapt? Gezien de boerenprotesten met geblokkeerde snelwegen, die deur in Groningen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wat tegenstrijdig lijkt. Hè? Van, hey, jullie waren toch vaak in conflict met de politie, maar we zijn nooit in conflict geweest met de politie. Ja, de politie doet natuurlijk haar taak en de boeren kwamen op voor het ongenoegen wat ze op dat moment voelden. Ja, en dat, met een enkel incident na is dat eigenlijk ook allemaal perfect verlopen. De politie waardeert de steun van de boeren. Hij kent ze goed, spreekt hun taal. Ik wil wel stellen, de boeren zijn ook geen heilige boontjes hoor, maar dat weten ze ook. Maar hier in het oosten van het land ben ik 100% van mening dat wij het als politie zijn goed in de hand hebben en daartegen goed kunnen optreden op het moment dat het misgaat. Mensen die gedupeerden van de avondklokrellen helpen. De afgelopen dagen zie je meerdere initiatieven ontstaan. Iemand gaf een piano om de kapotgeslagen versie van station Eindhoven te vervangen. En crowdfunding, onder meer voor de eigenaressen van de geplunderde Primera-winkel die op televisie in tranen uitbarsten.
De teller staat inmiddels op 113.000 euro. Ja, het is gewoon bizar. Tijd om op te ruimen heeft ze amper nog gehad. De hele dag door komen bekenden en onbekenden langs met steunbetuigingen. Ja, we waren vanmorgen 9 uur hier en toen stonden ze al voor de deur en het houdt gewoon niet op. En bloemen worden af en aangebracht, chocolaatjes, lekkere dingetjes, flesjes wijn, kaartjes, tekeningen. De winkel van Maaike werd maandagavond bij de rellen vernield en geplunderd. De website Geen Stijl startte de crowdfundingsactie. En dat maakt ons gewoon heel blij. En dan schieten we toch elke keer weer vol. Dat we tranen in onze ogen krijgen dat er zoveel mensen zijn die de goede dingen willen doen. En er blijft geld binnenkomen, ook door andere initiatieven. Nou, je bent echt een engel. De schade is aangericht door jongeren. En ik vond het wel mooi dat iets ook door jongeren dan opgehaald wordt voor de winkel. Het is nog altijd niet duidelijk voor welk bedrag er schade is aangericht. Zowel hier in Den Bosch als in de rest van Nederland. Maar volgens de verzekeraars zijn de meeste ondernemers voldoende verzekerd en valt de schade gewoon onder de dekking. Bij de snackbar aan de overkant is de verzekeraar al langs geweest. Ja, ik denk zelf rond de 2000 euro denk ik, dat de ramen gaan kosten, denk ik wel. Ik moet opnieuw ingemeten worden allemaal en ik denk dat er wel de schade is ongeveer, ja. En ook hier een goede verzekering. Daarom gaat het opgehaalde geld dat niet nodig is naar andere gedupeerden. We krijgen hulp uit alle kanten, dus dat komt echt wel goed. En het kabinet komt met een fonds om bedrijven en ondernemers te helpen die schade hebben door de rellen.